ben er weer. Angela, hoe gaat het met jullie? Ah, ik moest je even wat leuks vertellen. Laatst stond ik op de markt. Weet je wel, gewoon op de markt. De markt was ook vis verkopen en vlees en zo. En, het was een speciale markt, want je kan er voor alles staan. Dus ik heb mijn eigen kraampje. Een beetje een bijzonder kraampje, dat wel. Want de mensen mochten voor 5 euro, ja, aan mijn tieten zitten. Maar er was één voorwaarde. Alleen 16-jarige jongens mochten voor 5 euro aan mijn tieten zitten. Nou, en ik moet je zeggen, het liep storm. Het liep storm. En er kwamen massaal 16-jarige jongens die voor 5 euro even aan mijn tieten wilden zitten. Nog zo'n halve minuut om met die te zitten. Leuk, hè? Nou, en ik moet je zeggen, nou, ze waren er heel tevreden over. Sterker nog, sommigen zeiden van, toen ik je tieten aanraakte, begon er even iets te groeien beneden. Ja, ja, dat vond ik zo leuk om te horen. Dat streelde mijn tieten. Nou, hey, bedankt voor het kijken, jongens. En nog een hele fijne dag. Ciao! Marcus Klok! Yes!